Welkom bij de eerste bijeenkomst van het tweede klas economieproject. Ik ben Frank Bosma, ik ga jullie project de komende 5 weken begeleiden. Wil je vragen stellen, dan kan je me natuurlijk dat in de klas stellen, maar kan je me ook bereiken per mail. Je kan eventueel lid worden van mijn Facebookpagina of je kan me vinden op YouTube als je zoekt op Economie Academy. Ik heb zelf ook op het ATC gezeten, begonnen in 1984, dat is alweer een tijdje geleden. Ik heb in Delft en Amsterdam gestudeerd, onder andere als economiedocent. En sinds 7 jaar geef ik economie op het Albert Einstein College. Daarnaast vind ik ondernemen erg leuk. Ik heb in 1999 een eigen bedrijf gehad en ik ben 2 weken geleden, in 2013, weer begonnen met een nieuw bedrijf genaamd de Economie Academy. En dat start ik op naast mijn werk op het ATC. Daarnaast ben ik avontuurlijk, positief en creatief ingesteld. Economie, daar heb je pas mee te maken na dit project in de 4e klas, dus in de bovenbouw. En ook dan zul je mij pas weer tegenkomen als docent. Wat is de bedoeling van dit project? 5 middagen. We verwachten in groepjes een commerciële website. Wat bedoel ik daarmee? Dat is een website waarmee je probeert zoveel mogelijk producten te verkopen. Daarnaast een ondernemingsplan waarin je precies aangeeft hoe je dat gaat doen, welke kosten je moet maken. Denk aan reclamekosten, denk aan personeel, aan huur van bepaalde faciliteiten of dingen die je nodig hebt. En je doet dat door een product wat je zelf mag kiezen. Dus dat ga je via die website verkopen. Dat kan een hoesje zijn voor een iPad, dat kan tapenade zijn, dat kan kunnen spullen die met tandenpoetsen te maken hebben. Dat mag je zelf kiezen. Het is natuurlijk wel leuk om een beetje een origineel product te kiezen. Hoe ga je te werk? Nou, elke bijeenkomst beginnen we met een YouTube-filmpje zoals dit. Daarin nemen we even door wat we die bijeenkomst gaan doen. Je kan altijd vragen stellen. Luister wel even naar wat ik te zeggen heb, want ik leg ook precies uit hoe we het gaan aanpakken. En aan het einde van de bijeenkomst is het handig om alle spullen even te verzamelen. En dan naar mij op te sturen of in ieder geval te zorgen dat dat goed op meerdere laptops van jullie groep staat. Zodat mocht er iemand ziek zijn, het altijd nog op een andere laptop is terug te vinden. Daarnaast is het handig om nog even je werkplek op te ruimen zoals die eruit zag toen je binnenkwam. Dat zou ik heel prettig vinden. 5 bijeenkomsten. We beginnen met een algemene introductie van economie. Ik wil gewoon eens weten wat jullie verstaan onder economie. En dan gaan we vervolgens al voorbereiden voor je website. We gaan namelijk groepen formeren van rond de 5 personen. We gaan kijken wat de kenmerken zijn van een goede website en welk product jullie gaan verkopen. En dan ga je ook in je eigen groepje een bedrijfsnaam bedenken en een bedrijfslogo en een slogan bedenken. De 3 opvolgende bijeenkomsten ga je je ondernemingsplan, je financiële plan en je website verder uitwerken. En dan op de laatste bijeenkomst lever je je plan in, alsmede de persoonlijke evaluatie die je moet schrijven. En dan ga je de website presenteren aan de hele groep. Dat doe je dan vanaf je eigen laptop op de Beamer. Je cijfer voor je project wordt bepaald door aan de ene kant inzet tijdens de 5 bijeenkomsten en daarnaast de kwaliteit van datgene wat je in het project maakt. Dus onder andere je website, je ondernemingsplan, de presentatie en je persoonlijke evaluatie. Vandaag de 1e bijeenkomst. We beginnen met het formeren van de groepen. Daarin werk je de rest van het project. We gaan kijken wat economie nou eigenlijk is en daarna gaan we starten met het daadwerkelijke project zelf. 1e opdracht. Wat is economie? Je hebt er allemaal wel een beeld van. Ik wil van jullie eens weten wat jullie beeld van economie is. Welke woorden komen er bij je op als je denkt aan het woord economie?
Je kan een woordweb van maken op je laptop. En dan gaan we dat daarna bespreken. Terwijl je aan deze opdracht werkt, zet het filmpje even stil. Dan kunnen we later verder gaan met het volgende gedeelte. Welkom bij de tweede opdracht. We gaan nu kijken wat jullie een goede website vinden. Want je gaat natuurlijk zelf een website maken. Dan is het wel handig om te weten waar je op moet letten. Wil je ook echt een goede website maken? Dat doe je als volgt. Je gaat kijken naar websites die jullie goed vinden. Bestaande websites. Je gaat een lijstje maken van die websites. Dat doe je in Word bijvoorbeeld. En achter de websites ga je minimaal 2 punten zetten waarom die website volgens jullie zo goed is. Dus of hij is overzichtelijk, of je kan de producten heel makkelijk terugvinden. Echt hele duidelijke kenmerken van die website of van de producten die ze op die website verkopen. Je brengt per persoon stemmen uit op de beste 3 websites. Dus je kiest per persoon 3 sites die jij de beste vindt. En de 3 websites met de meeste stemmen gaan door. En op basis van die drie websites maak je een lijst van minimaal 10 eisen waaraan jullie eigen website zeker moet voldoen. Nou, dat ziet er als volgt uit. Ik zou het eens laten zien in Word hoe je dat lijstje kan maken. Open Word even. Je zou bijvoorbeeld in Word het volgende kunnen doen. Je voegt een tabel in en je zorgt ervoor dat die tabel 2 kolommen heeft en een aantal rijen, bijvoorbeeld 10, want we wilden graag 10 websites hebben. Ik maak er 11 rijen van. De eerste kolom is voor de website en de tweede kolom is voor de kenmerken ervan. Nou, bijvoorbeeld een goede website vind ik bijvoorbeeld bol.com. Waarom vind ik dat een goede website? Hij is overzichtelijk. Ik kan makkelijk sorteren op boeken en dvd's. En ik kan eenvoudig snel bestellen. Nou, dan heb ik dus een website met 3 kenmerken. En later kan ik dit dus gebruiken als ik zelf een website wil maken. Punten waarop ik moet letten. Dus zo is het de bedoeling. Goed. Gaan we verder. Dit hebben we gehad. Dan gaan we kijken. Hè? Dus bijvoorbeeld een goede website, in dit geval Google. Nou, beschrijf dan door aan te geven van wat je ziet. Waarom je het een goede website vindt. Of wat er kan met die website. Of welke producten er worden aangeboden met die website. Dus op die manier moet je naar zo'n goede website kijken en met hele concrete omschrijvingen komen. Hele duidelijke omschrijvingen. Oké, dat is de volgende opdracht. Zet dit filmpje maar weer even op pauze, dan kan je eraan werken. En dan gaan we daarna weer verder. Oké. Als het goed is, heb je nu de eisen aan je website op papier staan. We gaan nu kijken naar het product dat jullie gaan verkopen. Want ook daar moet je goed kijken welk product nou zo geschikt mogelijk is om via jullie website te verkopen. Voordat je daarmee begint, wil ik even kort wat theorie met jullie doornemen. Namelijk het volgende. 3 termen die je moet kennen. Namelijk de term afzet. Dat noem je ook wel het aantal verkochte producten. Dus als je bijvoorbeeld een koffietent hebt en je verkoopt 200 koppen cappuccino per dag, dan is de afzet dus 200 koppen cappuccino per dag. Dus het gaat dus om het aantal verkochte producten. De omzet is het aantal verkochte producten maal de verkoopprijs. In dit geval 200 cappuccino's. Stel dat we ze voor 2 euro verkopen, dan is de omzet dus 400 euro per dag. Dan hebben we nog niet alles, want we willen ook graag de winst weten. Hoe komen we op de winst? Dat doen we door de omzet
te nemen en daar de kosten die we hebben op die dag vanaf te halen. Dan moet je denken aan de huur, aan personeel, aan de koffie die we moeten inkopen, aan de machines die we moeten aanschaffen. Al die kosten gaan er vanaf, in dit geval bijvoorbeeld 300 euro en dan houden we een winst over van 100 euro. Bij het selecteren van het product wat je via je website gaat verkopen, is het belangrijk om op deze dingen te letten. De afzet, de omzet en de kosten. Dan krijg je al een beetje gevoel voor de financiën. Hoe ga je dat doen? Je gaat in de groep een lijst met leuke producten. Dus producten die jullie zelf leuk vinden om te verkopen. Dan ga je die producten ga je scoren. Die ga je scoren op het gebied van afzet. Hoeveel kan je er per maand van verkopen via je website? Hoeveel kan je ermee omzetten? En hoeveel kan je er aan winst mee maken? Vervolgens selecteer je de 5 producten die het beste scoren. En op die 5 producten breng je allemaal 2 stemmen uit. En uiteindelijk het product met de meeste stemmen is het product dat jullie gaan verkopen. Ik zou je even laten zien hoe je dat zou kunnen doen. Dat kan je ook weer in Word doen. Dus bijvoorbeeld je maakt weer een tabel. Alleen deze heeft 4 kolommen. En in dit geval maken we er even weer 11 rijen van. En dat gaat dus om het product. Dan de afzet, de schatting per maand. De omzet per maand. En de winst per maand. Het gaat om schattingen, maar het geeft je al een idee waar je op moet letten als je een goed product voor je website wilt selecteren. Bijvoorbeeld het product iPad hoesje. Afzet per maand, we willen er ongeveer 250 per maand van verkopen. We gaan ze verkopen voor 20 euro per stuk. Dat betekent 250 maal 20 euro is 5000 euro is de omzet. Nou, we gaan even een beetje inschatten wat de kosten zijn. En dan komen we bijvoorbeeld uit op een winst van, ik noem maar wat, 1000 euro. Zo kan je dat doen voor allerlei andere producten ook. Heb je hier vragen over, dan moet je die mij van me stellen en kan ik je verder helpen. Het gaat er dus uiteindelijk om dat als je dit op een rij zet, dat je dan de producten eruit haalt die de hoogste omzet en hoogste winst natuurlijk in potentie hebben. Oké, nou, dan kan je nu met deze opdracht gaan beginnen. Veel succes! Zet het filmpje weer even op pauze. Gaan we naar het volgende punt. Je hebt je product gekozen. Dan wordt het tijd om je bedrijfsnaam te bedenken. Maak maar weer een lijstje met bedrijfsnamen. Denk eraan dat die bedrijfsnaam ook wel moet aansluiten bij het product dat je verkoopt. Maak een complete lijst van alle leuke bedrijfsnamen die je in de hele groep kan bedenken. Breng wat stemmen uit, bijvoorbeeld 5 per persoon. Selecteer de 5 bedrijfsnamen met de meeste stemmen. En dan doe dan nog eens een tweede stemronde op de beste 5 bijvoorbeeld. En selecteer dan de bedrijfsnaam die de meeste stemmen heeft vergaard. Als je dan klaar bent met de bedrijfsnaam, kan je meteen even nadenken over een slogan en een logo. Denk maar eens aan bekende merken als Nike, met het logo natuurlijk, en Just Do It, de slogan, of Power to You. Waarschijnlijk weet je dan ook meteen over welk bedrijf ik het heb. McDonald's met I'm Loving It, en Red Bull met Gives You Wings of Geef Je Vleugels. Je ziet dat bedrijven vanwege hun naamsbekendheid en vooral om hun bedrijfsnaam makkelijk te laten herinneren. Gebruik maken van herkenbare beelden en van slogans die je makkelijk kan onthouden. Dus nou, kijk maar eens of je een goede slogan en een mooi logo kan bedenken. Tot zover
de eerste bijeenkomst van het tweede klas economieproject. Ik hoop dat je het leuk vond. We gaan volgende week verder. Bedankt voor de aandacht en tot ziens.